militaire school luchtmacht, vliegbasis Woensdrecht. Hier verzorgen we eigenlijk een breed scala aan opleidingen, waaronder de algemene militaire opleiding. Alle technische opleidingen, alle leiderschapsopleidingen. En een van de technische opleidingen die hier wordt doorgegeven is onder andere de klas bezig hier achter mijn rug. Wie heeft er overal lead nou? De drie rollen die in de opleiding worden verzorgd, de militair, de leider en de vakman, zijn eigenlijk geïntegreerd in één opleidingstraject. Deze klas is daar de pilot van. Zijn verleden jaar augustus zijn ze gestart. En het unieke eigenlijk van dit concept is feitelijk dat we in één geïntegreerde opleiding eigenlijk alle aspecten en rollen, de militair, de leider en de vakman, in één opleiding hebben geïntegreerd. Heel goed. Je hebt natuurlijk geen tussentijds stoppen meer tussendoor, dus je bent in één keer klaar, je kan gelijk naar je werkplek. Maar aan de andere kant, het is wel zo gigantisch lang achter elkaar dat je soms wel zoiets hebt van, het mag best wel even afgelopen zijn. Is het zwaar? Het is niet echt zwaar, het is vooral veel. We hebben veel technische vakken en dat leren dat is gewoon heel veel en combineren met AMO gedeelte, dat is gewoon best wel lastig. Ik vind het wel goed bevallen, want zeker vergeleken andere trajecten is het tijdbesparend. En je hebt militaire aspecten allemaal erbij nog, dus het zit allemaal nog vers in. Maas mij, ga je goed man, je moet helpen. Daar ben ik, kom op! Het is zeker leuk, want je bent het ene momentje ben je in de bossen bezig. Het andere moment zit je in de boeken, leer je over F-16. En het andere moment zit je weer in het lokaal bezig met leidinggevende competenties te vergelijken van elkaar.